Goedendag, Telegraaf Vandaag van woensdag 29 maart. Gaat het ze lukken om het nieuwe kabinet van ons land te vormen? De VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Vandaag zijn ze begonnen aan het ongetwijfeld lange onderhandelingsspel om samen een regeerakkoord te sluiten. Degene die de boel moet aansturen is de zogenaamde informateur, Edith Schippers. Zij komt vandaag als eerste aan in Den Haag, gevolgd door de fractievoorzitters, zoals Jesse Klaver van GroenLinks. Het blijft nog bij aftasten en binnen no time staan ze dan ook weer buiten. Goedemorgen, hoe was het gesprek? Het was een kort gesprek. Ik ga er nu niet te veel over zeggen, want de informateur zal het wel doen. Maar zoals van tevoren al was gezegd, is het vooral procedureel geweest. Ja, we hebben even de procedures doorgenomen en dat veel procedurele besluiten. Ja, we hebben gewoon gekeken wat is nou praktisch de beste aanpak. En de informateur zal daar... Even wat meer respect, heren. En de informateur zal daar vanmiddag, begrijp ik, ook nog met de pers over spreken. Hoe was het gesprek? Het was een goed gesprek. Ja. Wat hebben jullie precies gedaan? We hebben met elkaar even gekeken naar de komende weken, hoe die eruit zouden kunnen zien. En de informateur geeft straks een persconferentie en aan haar kunt u alle vragen stellen. We hebben aan Wouter de Winter, onze chef van de parlementaire redactie, alvast gevraagd of hij denkt dat ze eruit komen met elkaar. En daar heeft hij weinig vertrouwen in. Mijn verwachting is, als ik het nu moet inschatten, dat het niet gaat lukken. Ik denk dat de verschillen echt heel erg groot zijn tussen VVD, CDA aan de ene kant en GroenLinks aan de andere kant. Je moet nooit uitsluiten dat het kan lukken en dat het inderdaad lukt. Als bijvoorbeeld één of meerdere partijen ineens zeggen van we vinden alles prima, ja, dan heb je heel snel een kabinet natuurlijk. Dus je kan het nooit helemaal uitsluiten. Maar ik denk dat het waarschijnlijker is om te veronderstellen dat men na een tijdje gewoon tot de conclusie komt dat het heel erg lastig was, heel erg moeilijk was en dat het misschien beter is om met een andere partij om de tafel te gaan zitten. Tijdens deze formatie is er trouwens iets nieuws. Edith Schippers zal wekelijks de Tweede Kamer bijpraten over de stappen die de partijen met elkaar hebben gezet. En volgens haar is het ook geen zekerheidje dat ze eruit gaan komen. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk wel om, kun je met elkaar iets bereiken waar je het allemaal over eens bent. Voor Pasen is hier geen kabinet, het gaat echt even duren. Dat is ook logisch als je ziet wat voor inhoudelijke verschillen er tussen de partijen zit. Haar verwachting is dat als alles lukt, de vier partijen begin juni een akkoord zullen hebben. En wij houden het dagelijks in de gaten, in de krant, op de site en uiteraard bij Telegraaf Vandaag. Bedankt voor het kijken, dag.